Dames en heren, de muziek die u zojuist hoorde is 75 jaar geleden gecomponeerd. De componist Igor Stravinsky gaf er de naam Lenteoffer aan, Le Sacre du Printemps. Toen gold dat als een gewaagde compositie. En hetzelfde jaar heeft Philips het NatLab opgericht. Voor die tijd een gewaagde stap. Nu, na 75 jaar, kunnen we zeggen het was het offer waard. Maar laat ik mij aan u voorstellen. Broeder Einstein Veni Flitzi is de naam. In 1914 was ik een veelbelovend wetenschapper die best hier op het NatLab had kunnen werken. Moeder, dank u wel. Dames en heren, de sportclub voorzitter heeft mij gevraagd om in een uur tijds ongeveer de geschiedenis van het NatLab en de sportclub te belichten. Ik vond dat wel aan de lange kant, maar ja, hij zei ook, we moeten de dag door. Het is een lange dag, dus neem er rustig de tijd voor. Wil de moeder van Rens Haapraken even bij de informatie? Er zijn altijd dingen die belangrijker zijn. Goed, om bij het begin te beginnen, dan moet je beginnen voor 1914. Eigenlijk moet je dan beginnen in 1879, 110 jaar geleden, toen er bij Edison een lampje ging branden. Dames en heren, het heeft een geweldige invloed gehad op het voortgang van het NatLab. Binnen enkele jaren kwamen er al plannen dat het NatLab van de Kastanjelaan moest gaan verhuizen. Nou, waar kon je een plek vinden? Het moest een plek zijn, vond de sportclub, waar het gehad heeft op het programma van het NatLab. Als ik hier rond de vijver alle spelen zie van de groepen en de diensten, dan zit daar een geweldig stuk creativiteit en werk in. En ik hoop... Goedemorgen, mevrouw van Baarlo. Uw dochter die Tineke is bij het informatiekantoor. Dank u. Dank u. En zo kwam het dus dat vandaag de dag is waarop we er allemaal vieren. De octrooiafdeling is ook uitgenodigd en ik heb gehoord dat er een wedstrijd is wie de witste witte kaart kan indienen, die krijgt een prijs. 75 jaar en 75 jaar kunnen aan elkaar gelijk worden, want per slot van rekening en de sport. Van twee categorieën van mensen. De eerste categorie is de mensen die zoveel gedaan hebben achter de coulissen. En die zijn er vandaag weer. En de maanden hiervoor, dat zijn er meer dan 200. Maar ook u. Strekken, arm en pak de pees met drie vingers bij de bodem zonder nieken. Ja, strekken. Spannen, strekken maar uit. Ja, handen niet zo erg achter, maar zo pijn.
van ons boek op tafel. Wij doen het expres niet meer vol, hoor. Normaal schieten wij altijd rood, hoor. Maar... Ja, ik heb een extra kleine pijl. Nou, gewoon kleine pijlen, omdat eigenlijk bijna iedereen trekt hier nog maar uit. Zo raar? Hier. Heel goed, vast. Ja, kijk. Dat kwam. Ietsje naar rechts en ietsje naar rechts. Dat kwam. Dat is altijd. Waar staat de beste stuurlijn? Ja, dat is niet. De kleur van de markt. Wij doen met de dienaars, daar heb je veel meer aan. Ja, ik heb het. 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 Ik heb het.
Ik ga wel voor je zitten, jongen, dat doet al wel. Hé, kom maar voor je. Kom maar voor je. Ja, maar ik ga je net zitten. Ah. Wie is de volgende groep? Ja, wij. Hoeveel man? Oh, genoeg. Ik heb er net. Bosjes heb ik er al bij elkaar. Van een gast en zo wel wat. Minstens 8 of 11. Prima, 3 rijden. Ja. Ook toe 3 man. Ik kan deze plek aanrijden. Wil je nog een broek hebben, Joop? 30 seconden. Ga zo wel, denk ik. Moet er nog één hebben. Hey, Thank you.
juist is, het zou een groot zwaard paardenveld gaan. Dus het kan negatief zijn. Nou, het is zo dat als je het midden bent, moet je het ding rustig tegen de randen aan. Dat is nadelig, dat is een bepaalde groene langs met de dus je moet vanuit het midden uitstappen. Verder is het zo. 7,5 minuut, 6 spelers, maar niet alle spelers in de beurt zijn geweest. 1 punt. Je moet het binnen de tijd doen. Niet flitsen hoor. Niet flitsen. Nee, wordt niet geflitst. Oh. Zit geen flitsen. Alles flitsen. Oh, dat is leuk als we die tegenstanders. Als iemand het straks goed doet, dan nemen wij een foto. Dat zie je. Ja, maar ik ben de sportiviteitsprijs. Nee, die hebben we toch al niet. We gaan over lijken. Daar opteer je niet voor. Richard heeft toch op het einde... Jongens, geen, geen commentaar. Geen Ausdauer, hè? Rustig. Laat hij nou mooi rustig het midden zoeken. En jij hebt niet gepunt, Corino, dus jij moet ook. Hand ervoor. Hand ervoor. Wat chique idee. Vier. Starten met het nummer Paquita in Nieve. En de eerste twee nummers, ze zullen er in het geheel 6 ten gehoor brengen, zullen gedirigeerd worden door Pierre Kuipers. Ja, we spreken vandaag.
van de beroep zich naar de stand van de heer Hardy begeven.
past nog goed bij die. Ja, dat past nog goed bij die. Ja, goed. Net als een snelle tak helemaal vol komt te staan. Volgens mij wel. Ja, ja. Ze roepen om dat het afscheid nemen is van twee directieleden. Dus, ja, nou ja, we zullen zien of we ze gebeuren. Wij willen ze één toch wel in het mandje hebben voor het gewicht en voor de foto. Ja. Mag ik dan vragen of de heren, als er een kramer voor de foto hier komen, dan kunt u vast zien hoe het vanavond gaat gebeuren als de wind zo is dat het wel kan. Ja, maar ik word toch... Oké, welkom aan boord. Ja, daar. Hier aan vasthouden. Moet ik erin? Zo, dat is leuk, zeg. Binnen jullie even ruimte voor de foto, de historische foto. Nu is het gelegenheid om een foto te maken. Hierop, zegt Piet. Piet, als het vanavond erg hoog is. Moet u hier aan vasthouden? Hier zitten rondom allemaal die handgrepen. Maar niet aan de slangen zitten. Dit zijn de slangen. Ja, die zijn er mee. Dan gaan wij allemaal? Nee, vanavond pas. De maar waarom moet ik me dat nu vasthouden? Voor de zekerheid. Oh, dit is goed. Oh, dit is goed. Nee, dat is ook voor mij. Nou, mensen. Hou je niet vast, dan ga je heel vast houden, hè? Mensen die onontwikkelde technologie. Ja, dat staat wel. Als je nou als je hoofd op boven houdt, hoef je ook niet te scheren. Nee, dat is gewoon red. Ja. En luchtziek wordt. Ja. Maar de moeite is natuurlijk om. En hoe laat, wanneer vindt het ongeveer plaats? 7 uur. Om 5 uur krijg ik nog een keer bericht. Als het dan goed is, dan doen we het. En anders dan wordt het misschien nog. Tussen 7:30 en 8 uur. Jij ziet het beter. Begin maar. Wat voor team is dit? Nee, niet. Attentie, attentie.
punt over. En nu even remmen. Ja! We hebben er al twee gehad. Ja. We bewegen er geen lijn, maar dat is goed.
Terug te krijgen bij de
zes keer hard schieten. Ja. Ieder team krijgt dezelfde procedure. Hard schieten. Ik kan nog één fout maken en dan laat ik even.
Bravo! Kom maar, Marino. Het kan niet. Regels hier. B. Een B, ja. En een Nico. Nico kan als? Nien. En. Nico.
Jump.